oudste bekende naamsvermelding van een dorp geldt officieel als criterium voor het bepalen van een stichtingsjaar. Onlangs hebben lokale historici ontdekt dat het dorp Winse voor het eerst genoemd wordt in 1028 na Christus. En dat betekent dat het dorp binnenkort een jubileum te vieren heeft. In 2028 bestaat het dorp Winsen 1000 jaar. Het grote feest moet dus nog 3 jaar op zich laten wachten, maar de voorbereidingen komen langzaam op gang. Een initiatiefgroep wil alvast beginnen met brainstormen over de invulling van het jubileumjaar. Wij dachten, wij gaan de koppen bij elkaar steken om samen met het dorp eens te kijken welk cachet we kunnen geven aan zo'n geweldige mijlpaal als 1000 jaar Winsen. Dat staat in een oorkonde. Vroeger werd niet veel opgeschreven. Dat was vooral voor de geestelijke, zeg maar. Die schreven de oorkondes. En in een oorkonde van 1028 wordt Winsen genoemd. De initiatiefgroep wil samen met de inwoners een plan gaan maken. De invulling van het feest ligt nog helemaal open. En dan moet je denken aan vragen als wat maakt voor jou als inwoner het dorp Winsen uniek. En we hebben hier ontzettend veel verenigingen. Het is een klein dorp, maar met enorm, dat bruist echt. We willen eigenlijk geen kaders neerzetten. Dat iedereen de ideeën kan inbrengen en kijken waar het meeste draagvlak voor is. Waar mensen ook de handen uit de mouwen willen steken. Ja, en daar gaan we op inzetten. En de verenigingen in het dorp kunnen best wel een belangrijke rol gaan spelen in die viering. En het wordt meteen een kroonjaar, want ook onze voetbalvereniging bestaat in dat jaar 100 jaar. De voetbalvereniging Rodige 28. De Koninklijke Muziekvereniging Ulto uit Winsen-Ewijk bestaat dan 150 jaar. En onze volleybalvereniging, de Weekenders, bestaat in het jaar 75 jaar. Het is misschien dan wel een klein dorp, maar de inwoners hebben veel hart voor elkaar. Daarom vindt de initiatiefgroep het zo belangrijk dat de inwoners erbij betrokken zijn. Er zijn in ieder geval al flink wat ideeën. En dat kan eigenlijk alle kanten op. Dat kan zijn dat we die jubilerende verenigingen samenbrengen. Het kan ook best zijn dat we een braderie hebben of een boek gaan schrijven of een website maken. Of de scholen hierbij betrekken. Dat kan ook gezelligheid zijn. En dat kan zomaar zijn dat we vooral voor een heel bruisend feest gaan. En dat is ook kenmerkend voor ons dorp. Een jubileum moet ook gewoon gevierd worden met een goede pot bier.